Hallo, ik ben Petra Koelewijn. Welkom bij deze gratis hypnosesessie uit je hoofd in je gevoel. Omdat je bij het beluisteren van deze MP3 zelfhypnose toepast, zorg je ervoor dat je tijdens het beluisteren van deze MP3 geen verantwoordelijke taken hoeft uit te voeren. Zoals deelname aan het verkeer of het bedienen van apparaten. Als je zo klaar bent met luisteren en de muziek is gestopt, vervolg je je dag of avond of je gaat lekker slapen. Deze hypnosesessie brengt jou in een diepe, relaxte staat van zijn, zodat jouw aandacht verschuift van je hoofd naar je gevoel, om vervolgens spanningen en stress los te laten. Normaal gesproken hebben we geleerd om veel aandacht te geven aan wat we denken, met als resultaat dat we veel in ons hoofd zitten. Vaak ervaren we het hebben van veel gedachten als een gevoel van stress. En meestal ontstaat dan de wens om het hoofd rustig te krijgen. Een goede balans tussen jouw hoofd en je gevoel zorgt voor meer ontspanning en flow in je leven. Deze sessie gaat om de focus op je gevoel en jouw energie. Want veranderingen die voor jou het meest effectief zijn, beginnen bij wat je voelt en ervaart. Als je meer aandacht geeft aan wat je voelt, ontspan je vanzelf en kun je ook gaan voelen waar je grenzen liggen of waar je juist blij en gelukkig van wordt. Als dit jouw eerste keer is dat je ervoor kiest om in die diepe, relaxte staat van hypnose te gaan, luister je gewoon rustig en ontspannen naar de muziek en de positieve suggesties die ik je geef. Elke hypnose is een zelfhypnose, omdat je er zelf voor kiest om in die prettige staat van zijn te gaan. Met deze zelfhypnosesessie ervaar je om op een positieve manier bij jezelf, je gevoel of in de wijsheid van jouw hart te zijn. Jouw onderbewuste is in staat om de positieve suggesties die goed voor je zijn, op een voor jou passende manier te integreren. En elke keer dat je deze sessie beluistert, wordt dat makkelijker. Omdat je nu dieper gaat ontspannen, wil ik je vragen comfortabel te gaan rusten op een bed of een bank of in een fijne stoel met je ogen dicht, waar niets je stoort, zodat je op een prettige manier in hypnose kunt gaan. En als je hier zo ligt met je ogen dicht en je gewaar wordt van jouw lichaam in jouw ruimte, neem je de tijd meer te ontspannen, met je aandacht naar jezelf te gaan. Terwijl je naar mijn stem luistert, ontspan je dieper, zodat je een gevoel van loomte begint te voelen door je lijf. Laat me gaan. En adem een keer met aandacht diep in en uit. En als je uitademt, voel je lichaam rustiger worden. Voel maar hoe het is om met aandacht diep in te ademen en weer goed uit te ademen, zodat je prettige sensaties van ontspanning toelaat. Juist. En als je zo rustig voelt hoe je ademt, geef je jezelf toestemming om je hele lichaam te ontspannen. Langzaam. Van je kruin tot aan je tenen ontspan je dieper en dieper. En omdat je de tijd neemt om je lijf te voelen, om waar te nemen zonder oordeel, ontspan je nog meer en meer. En
Misschien merk je op dat als je zo met je aandacht bij jezelf bent, dat je nu ook op een dieper niveau ontspant. Je bent misschien nieuwsgierig naar hypnose terwijl je naar mijn stem luistert, waardoor je je steeds comfortabeler begint te voelen en rustig. Hoe makkelijk is het nu om je te realiseren dat elke gedachte je kan helpen dieper in hypnose te gaan, zodat je ontspannende sensaties in je lichaam laat stromen. Dat je nog meer ontspant en dicht bij jezelf blijft. En dan merk je dat je nog meer tot rust komt. Zodat je lichaam kalm aanvoelt. Je weet dat niets ertoe doet op dit moment, behalve het ervaren van prettige sensaties in je lijf. En het gevoel op een ontspannen manier bij jezelf te zijn. En ik wil dat je nu aandacht geeft aan jouw diepere onderbewuste processen. Waar je vanzelfsprekend de dingen die voor jouw onderbewuste belangrijk zijn, bewust kunt zien of voelen. Ik laat dat volledig aan je gedachten over. De suggesties die ik je geef zijn positief voor je welbevinden. En wat je ook hoort of voelt, van binnen of buiten jezelf, niet stoort je, want je ontspant nog dieper en dieper. Want het is prettig om je goed te voelen. En omdat het heerlijk is om je goed te voelen, ga je diep. In de weldadige trance, zodat je onderbewuste jou gaat helpen om nieuwe mogelijkheden te ontdekken door te voelen en dicht bij jezelf te blijven. Daardoor ga je mee met het ritme van jouw leven, zodat jij de daadkracht en de flow ervaart om jouw hart te volgen en de dingen te manifesteren die voor jou in het verschiet liggen. En als je nu zo doorgaat om dieper in hypnose te gaan op jouw eigen speciale manier, ga ik zo terugtellen van 7 naar 1. En als ik 1 zeg, dan geef je jezelf de toestemming om nog dieper te ontspannen. Sommige mensen ervaren prettige sensaties van rust door in gedachten mee te tellen. Anderen gaan in zelfhypnose door de cijfers voor zich te zien. En weer anderen ontspannen, dieper door kleuren te ervaren als zonlicht, dat hun lichaam ontspant. Het maakt niet uit op welke manier jij dieper ontspant. Je doet het op je eigen, unieke manier. De cijfers die ik opnoem komen overeen met 1 kleur van de regenboog. En als ik begin met tellen, stel je voor dat je de cijfers ziet in de kleur die ik opnoem. Je hoeft alleen maar mijn instructies op te volgen. En het eerste cijfer is de rode 7. En terwijl je die 7 ziet, laat je die warme rode kleur helemaal zijn. En het volgende cijfer is een oranje 6. Kleur oranje geeft prettige sensaties. En dan een prachtige gele 5. Je ervaart dit helemaal op je eigen manier. Een groene 4. Je ontspant dieper en dieper. Een blauwe 3. Die blauwe kleur, die voelt goed. Je ervaart de vrijheid om dieper en dieper te gaan. Een paarse 2.
De een is violet. Neem waar hoe dat voor je is om jezelf te realiseren dat alle wijsheid over jou in jou zit. En je laat je helemaal gaan in die weldadige ontspanning. Je geeft je lichaam toestemming om nog meer te ontspannen. Want jij bent de enige die daar toestemming voor geeft. Jij hebt hier de controle over. En misschien voel je het verlangen om nog dieper te ontspannen. Als jij dat wilt, dan ga je dieper in hypnose. Ik tel van 1 tot 3 en als ik 3 zeg, dan open je heel even je ogen om ze vervolgens weer te sluiten. En als je je ogen weer sluit, ga je 3 keer dieper in hypnose. 1, 2, 3, open je ogen en gelijk weer dicht. En je bent 3 keer dieper in hypnose. Omdat het heerlijk is om je ogen weer dicht te hebben. Voel maar eens hoe je die prettige sensatie van kalmte toelaat. Terwijl je deze fijne sensaties toelaat, wil ik je vragen om jouw verbeeldingskracht te gebruiken. Om je prachtige plek in de natuur voor te stellen. Een plek die precies goed is voor jou. En waar je nog meer ontspant. Het kan een plek zijn die je kent, die je ophaalt uit je herinnering. Het kan een plaats zijn die je zelf verzint, omdat je de prettige gevoelens bij je oproept. En neem deze plek helemaal in je op. De kleuren die je ziet. Al die verschillende kleurschakeringen, de vormen, de bewegingen die je waarneemt, die zorgen ervoor dat jij je prettig en ook vrolijk voelt. Het is precies goed voor jou. De lucht die je inademt, die voelt verkwikkend aan. En de temperatuur op je huid is weldadig. Niet. Je hoeft alleen maar jouw gevoel van ontspanning te verdubbelen. Te luisteren naar de suggesties die ik je nu ga geven. Je kunt je vanaf nu zo vaak en makkelijk als je wilt realiseren en herinneren dat als jouw brein in het verleden moeilijkheden heeft gecreëerd, dit automatisch tot gevolg heeft dat jouw brein deze moeilijkheden ook zal oplossen. Je realiseert dat je brein in staat is tot diepe veranderingen. En je weet ook dat je onderbewuste geen oordeel kent over wie je bent. Je lijf en je hart zijn een plaats van vriendelijkheid en liefde. En je hoeft deze liefde alleen maar uit te nodigen. Dat maakt het makkelijk om met je aandacht bij jezelf te zijn. De dingen te voelen die jou helpen. Om jouw leven vorm te geven zoals jij wilt. Alle dingen in je hoofd die je hebt bedacht over jezelf in het verleden. Alle gedachten die je niet meer behulpzaam zijn, zullen stap voor stap los worden gelaten. Op jouw eigen manier, op jouw eigen tijd. Jouw onderbewuste weet precies waar dit over gaat. Want de gedachten in je hoofd komen makkelijk tot rust in jouw gevoel. Deel van jou dat mild is voor jezelf, dat rust en ruimte nodig heeft om tot bloei te komen, wordt krachtiger en bewuster door de aandacht die jij daaraan geeft. Je hoeft alleen maar aanwezig te zijn bij jezelf, om je brein en diepere bewustzijnslagen te vragen je goed te voelen, want je bent goed zoals je bent op elk moment dat jij dat wenst te voelen. Het kan zijn dat je wenst wat dingen te veranderen in je leven. Jouw onderbewust ontdekt nieuwe mogelijkheden om deze veranderingen door te voeren.
stap voor stap. Jij weet en ik weet ook dat het natuurlijk is om te leren. Door te leren zal je snel dingen leren die je eerst nog niet wist. Want vooruitgang is een natuurlijk proces dat zorgt voor verandering. Het is nu de tijd om positieve veranderingen door te voeren in je leven. Als suggesties in de vorm van gevoelens, beelden en gedachten. Je vertrouwt je diepere zelf. Je vertrouwt jouw ervaringen, jouw onderbewuste. Dat jij jezelf al vaker hebt vertrouwd met kleine veranderingen of grote veranderingen. En misschien vraag je je af op hoeveel verschillende manieren je jezelf vertrouwt om te kiezen uit zoveel nieuwe mogelijkheden die ervoor zorgen dat positieve veranderingen plaatsvinden en die goed zijn voor jouw welbevinden. Diepere gedachtenpatronen klaren je hoofd op en dat zorgt ervoor dat je dankbaarheid ervaart om je leven vorm te geven zoals jij wilt. En denk of voel waar je op dit moment dankbaar voor bent. Het maakt niet uit of het iets groots of iets heel kleins is. Je vult jezelf met deze dankbaarheid. Je laat deze dankbaarheid toe en je hoeft alleen maar te ontvangen. En als jij je zo levendig en kalm voelt, door de zuurstof die je inademt en die door je longen wordt opgenomen en verspreidt door je hele lichaam, dan voel je de energie van dankbaarheid groter worden. Laat die dankbaarheid er zijn in alle cellen van je lichaam. Want van nu af aan zal je merken dat het makkelijker wordt om te gaan met het ritme van je leven en je hart te volgen. Omdat je hart een plaats is van mildheid en liefde. En dat deel van jou dat toestaat om meer te genieten van het leven en meer te voelen, wordt krachtiger om jouw dingen in je leven te manifesteren. En je geniet zodat je keer op keer kiest voor de verandering die jou het beste dient. En die zich vanzelf voor jou ontvouwt. Je begint op te merken dat je meer empathie begint te voelen voor jezelf en voor anderen. Dat je simpelweg meer vrede in jezelf begint te ervaren. Meer geluk, diep in jezelf. En dat maakt dat je meer comfortabel voelt in wie je bent. Waarbij je opmerkt dat je meer ontspanning en geluk voelt en uitstraalt naar buiten. Zodat je vanaf nu fijne dingen naar je toe trekt. Je vraagt je meerdere keren per dag af. Wat voel ik? Wat wil ik? Wat voor actie neem ik nu? Zodat ik meer en meer leef vanuit mezelf en mijn hart volg. Wat voel ik? Wat wil ik? En hoe wil ik het voor mezelf? En wat voor actie neem ik, zodat ik meer en meer vanuit mezelf leef, vanuit mijn hart, vanuit mijn gevoel? En als je hebt gemerkt hoe diep ontspannen je lijf is geworden, is het mijn wens dat hypnose voor jou een proces is geworden van diepe, prettige ontspanning. Zodat jij je hart opent voor jezelf en voor jouw krachtige aanwezigheid. Deel van jou dat al weet hoe makkelijk het ontspant en hoe makkelijk het voelt en hoe het al jouw problemen kan oplossen op de manier die bij je past. En als je even de tijd neemt om alles wat je nodig hebt te integreren, verwerkt, doorgeeft aan jouw lijf, jouw brein, jouw emoties, zorg dat ervoor dat je nog meer ontspannen leeft, zodat dit de komende tijd voortgezet wordt op een voor jou positieve manier in de komende dagen en weken. En je wordt je meer bewust van wat je ervaart en wat je weet vanuit de wijsheid van je hart,
zodat je door kunt gaan om in contact met jezelf te zijn. Positieve veranderingen die jij hebt ingezet tijdens deze sessie te manifesteren zoals je wilt. En als je slaperig en ontspannen bent geworden, je wil lekker gaan slapen, zet dan nu de muziek uit zodat je lekker kunt gaan rusten. En als je doorgaat met jouw dag of avond, tel ik zo van 1 naar 5 en als ik 5 zeg, dan word je je volledig bewust van jezelf in de ruimte waar je bent. Dan ben je helder en wakker en dan voel je je positief en enthousiast. 1. Langzaam en kalm terug naar wakker bewustzijn. 2. Beweeg je armen, je benen. Ja, en rek je uit. 3. Want je voelt je perfect. 4. Je bent volledig wakker, alert en levendig. En haal een keer diep adem. Je longen zijn schoon en je hoofd is helemaal helder en fris. 5. En open je ogen en glimlach over hoe goed jij je voelt over jezelf. En ik wens je nog een fijne dag.